Hoi lieve allemaal, welkom bij een nieuwe video van Ons Leven met Epilepsie. Ik zit samen met Oeh, de nachtwaker. Oeh, de nachtwaker is van de Nightwatch. Zo vind ik het dus echt heel knap van mensen dat ze kunnen slapen met zo'n Nightwatch. Om. Ik heb echt altijd gedacht ja, dat hij niet lekker slaapt. Maar ik heb dus meegekregen dat het heel erg meevalt. Dat je op een gegeven moment gewoon helemaal niet meer in de gaten hebt dat je slaapt met zo'n ding om je arm. Nou. Wat is nou een nightwatch? Je hebt geen idee wat het is. Laat ik het kort maar krachtig even uitleggen. Ik denk dat velen van jullie wel weten dat er mensen zijn die 's nachts ook last hebben van aanvallen. Veel mensen die dus 's nachts last hebben van epileptische aanvallen slapen dus met zo'n nightwatch. Waaronder kinderen. Waaronder Evie. Evie is een meisje die ik heb leren kennen via opnames met epilepsie. Evie moet helaas dus ook slapen met zo'n nightwatch. Dat is een klein apparaatje wat je dus 's avonds voordat je gaat slapen om je arm heen plaatst. En dat apparaatje is gekoppeld aan een ander apparaatje die zich bevindt bij de ouders of de verzorgers van de drager van de nightwatch. De nightwatch heeft in de gaten wanneer ons lotgenootje helaas een epileptische aanval heeft. Maar ja, stel de ouders of verzorgers die horen dat niet, hebben dat niet in de gaten. Gelukkig heb je dan een nightwatch die connectie maakt met een apparaatje wat zich dus bevindt in de kamer van de ouders of de verzorgers. Dan gaat er dus een alarm. Ik heb geen idee hoe het klinkt, dus ik weet ook niet hoe ik het echt kan noemen. Nou, dan gaat er een bepaald geluidje af waardoor de ouders of de verzorger wakker wordt. Ze kunnen ze dus zo snel mogelijk opstaan en naar de andere kamer rennen en zorgen dat degene met de epileptische aanval helemaal veilig uit de aanval komt. Zo kort maar krachtig uitgelegd. Nou, wil je echt meer weten over de Nightwatch? We zullen de link naar de website van de Nightwatch in de beschrijving plaatsen. Nu hebben we dus Oeh, nachtwaker. Wel weten wat Oeh te maken heeft met een Nightwatch? Oeh, de nachtwaker. Je hebt vele mensen die het nog lastig vinden om te accepteren dat ze moeten slapen met een Nightwatch om. Zo heb je dus ook kinderen die het lastig vinden om te accepteren. Nou, gelukkig hebben we dan Oeh, de nachtwaker. Oeh, de nachtwaker is bedacht door 3 studentes. En niet alleen Oeh, de nachtwaker. Nee. Oeh, de nachtwaker heeft dus ook zijn eigen boekje. Ja, genaamd Oeh, de nachtwaker, een boekje van de Nightwatch. Dit boekje. Nou, ik ga niet te veel spoilen. Nee. In dit boekje, dit gaat over een jongetje die dus ook moet slapen. Helaas moet slapen met zo'n nightwatch om. Maar gelukkig heeft hij, de nachtwaker. Niet alleen een nightwatch waakt over de jongetje 's nachts. Ook, de nachtwaker. Ja. Helemaal achterin in het boekje vind je veel meer informatie over hoe de studenten er op zijn gekomen, et cetera. Ik vind het gewoon echt heel erg leuk bedacht van de 3 studentes. Dat ze echt aan de jongeren denken. Die helaas epilepsie hebben en helaas dus met zo'n nightwatch moeten slapen. Maar ze hoeven niet alleen met een nightwatch te slapen. Ze kunnen ook gezellig samen met de nachtwaker slapen. Slaap je niet met een nightwatch, maar je vindt de nachtwaker heel leuk en je wilt het boekje zelf ook lezen voor het slapen gaan. Dat is ook mogelijk. De nachtwaker. En zijn boekje kun je ook kopen via de website. En wat dan heel leuk is om te weten, is dat de opbrengsten ervan gaan naar EpilepsieNL. Ik vind dat echt heel leuk gedaan, dat alle opbrengsten naar EpilepsieNL gaan. Dan willen wij ook nog de organisatie, de moeder van Evie, heel erg bedanken dat wij de nachtwaker mochten ontvangen. En natuurlijk zijn boekje. Ik heb het al een aantal keren gelezen en ik vind het echt nog steeds heel leuk van de studenten dat ze dit zo hebben georganiseerd en hebben bedacht. Neem vooral een kijkje op de website voor meer informatie. Heel erg bedankt voor het kijken en we hopen dat jullie het weer een leuke video vonden. En we hopen natuurlijk dat jullie het leuk vonden om de nachtwaker te leren kennen. Heel erg bedankt voor het kijken.